In januari van dit jaar ben ik begonnen met een nieuw portfolio. In dit portfolio beleg ik iedere maand 250 euro met als doel VWRL te verslaan. Dat is de wereldwijd gespreide ETF van Vanguard. Maar hoe staat het er nu voor met dit portfolio? Heb ik tot nu toe VWRL verslagen of juist nog niet? En wel ga ik deze maand mijn 250 euro investeren in welk aandeel in welke ETF? Dat gaan we bekijken in deze video. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassieveinkomen.nl. Op dit kanaal praten we over geld en geld verdienen en het liefst op een passieve manier. Een van die manieren kan zijn beleggen, je kunt dan beleggen in een ETF, zoals gezegd, in VWRL. Eén ETF wereldwijde spreiding. Maar je kunt er ook voor kiezen om zelf ETF's of aandelen te kiezen. Nou, dat is dus de onderdeel van deze video, of in deze videoserie, zo moet ik het zeggen. En dat doe ik nu al sinds begin dit jaar houd ik dat bij. Maar hoe staat mijn portfolio er op dit moment voor? Zeker ook in vergelijking met VWRL? Als we daarnaar kijken, dan zien we op dit moment mijn portfolio zoals het er nu naar uitziet. We zien dat we inmiddels eh, 21.25 euro aan totale waarde hebben. We hebben inmiddels 8 maanden inleg gehad. 8 keer 250 euro is 2000 euro inleg. Oftewel, we staan zoals je hier ook ziet 125 euro en 57 euro cent in de plus. Dat komt neer op 6,25% ten opzichte van mijn inleg. Maar kijken we in dit overzicht, dan zul je zien dat wanneer we elke maand 250 euro hadden geïnvesteerd in, het, in de ETF VWRL, dat we op dit moment 2138 euro zouden hebben gehad. Dat is iets meer dan de 2125 die ik op dit moment heb met mijn eigen aankopen bij de Giro. Dus je ziet, in dit geval, tot nu toe zou VWRL iets meer rendement hebben gehad, namelijk 6,9% in plaats van de 6,25% die ik zelf heb gehaald. Dus tot nu toe heeft het ja, geen extra rendement opgeleverd, het zelf beleggen. Dat was natuurlijk ook het hele idee van deze serie om te kijken van heeft het uiteindelijk wel nut om zelf heel veel tijd eraan te besteden, onderzoek te gaan doen of kun je beter misschien gewoon je geld in wereldwijd gespreide ETF stoppen. Nou, tot nu toe in ieder geval uh, had je beter in VWRL kunnen investeren, maar dit is misschien nog maar een korte periode. Daarnaast heeft VWRL het gewoon heel erg goed gedaan als we hier kijken naar het afgelopen jaar of eigenlijk sinds. Het begin van het jaar, zo moet ik het zeggen, staat VWRL 19% in de plus. Nou denk je misschien dat is raar. 19% in de plus. We zagen net dat VWRL 6,9% rendement zou hebben gehad. In mijn situatie. Maar dat komt natuurlijk omdat ik maandelijks, 9, uh, maandelijks 250 euro investeer. Dus dan zou het hier zijn geweest, en misschien hier weer een beetje, en weer een beetje. En natuurlijk, het rendement van de laatste maanden is minder geweest. Dus dat is de reden dat het verschil dat VWRL zelf. 19% heeft, maar had ik maandelijks 250 euro geïnvesteerd in VWRL, dat ik dus 6,9% zou hebben gehad. En of u nu zelf aandelen kiest of VWRL wilt kopen om het juist simpel te houden iedere maand, in beide gevallen raad ik de Giro aan. Open gratis een account via de link onder deze video. Ze hebben op dit moment een actie. Waar je tot 50 euro transactiekosten cadeau krijgt, dus profiteer zeker van dat voordeel. Maar ook deze maand wil ik opnieuw 250 euro gaan investeren, niet in VWRL, al was dat tot nu toe een betere belegging geweest, maar juist wel in een andere ETF. En de ETF die ik voor deze maand heb gekozen, dat is WisdomTree Cloud Computing ETF met tickersymbool WCLD. Deze ETF maakt ook deel uit van de kernselectie van de Giro, maar dan moet je wel ervoor kiezen dat je juist deze ETF aan de Italiaanse beursnotering kiest. Alleen dan kun je hem ook kopen maandelijks zonder transactiekosten. En laten we dan even ten eerste gaan kijken naar wat cloud computing is... waar deze ETF zich dus op richt. Cloud computing omvat eigenlijk alles wat er gebeurt via de cloud. Dus denk niet alleen aan films of series die je kijkt via Netflix... via YouTube misschien zelfs wel... Maar denk ook aan platformen zoals Airbnb, of eigenlijk alles wat draait op de servers van Amazon Web Services, bijvoorbeeld. Je kunt het eigenlijk heel simpel gezegd indelen, wat betreft deze ETF, in drie onderwerpen: ten eerste SaaS, wat staat voor Software as a Service, gevolgd door PaaS, wat staat voor Platform as a Service. En IaaS, wat staat voor Infrastructure as a Service. Nou, wat zijn dan eigenlijk voordelen van de cloud? Je kunt namelijk als bedrijf zijnde dus sneller, makkelijker, goedkoper eigenlijk een service aanbieden. Je kunt namelijk eigenlijk alles gewoon online regelen. Uh, dat, is, ja, dat is één van de grote voordelen van de cloud en zeker van diensten zoals AWS, AWS, oftewel Amazon Web Services. Eigenlijk alles kun je vanuit je computer zelf thuis of op kantoor regelen. Maar het is ook zo dat je heel makkelijk kunt opschalen of juist kunt afschalen. Vroeger moesten bedrijven bijvoorbeeld hele serverparken volzetten om klaar te zijn voor eigenlijk de drukke momenten op hun website bijvoorbeeld. Maar vaak stonden een heleboel servers dan eigenlijk niets te doen. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld AWS uh, kun je eigenlijk op drukke momenten snel servers bijschakelen en betaal je dan vervolgens alleen voor de tijd dat je ze ook gebruikt hebt. Maar als je een dienst aanbiedt via bijvoorbeeld een SaaS, dan heb je natuurlijk ook het voordeel van de maandelijkse inkomsten. Mensen kopen niet eenmalig het pakket. Zoals je bijvoorbeeld vroeger wel deed bij Microsoft Office of misschien bij Photoshop. Maar tegenwoordig betalen ze vaak juist per maand om gebruik te maken van deze diensten. Voor een consument is dat misschien niet altijd heel interessant. Ik zelf zou bijvoorbeeld graag eenmalig Photoshop willen kopen. Liever dan maandelijks het pakket te betalen om gebruik te maken van die dienst. Dat is bijvoorbeeld wel het voordeel van heel veel Apple software. Maar aan de andere kant, vanuit het bedrijf zijnde... vanuit een aandeelhouder zijnde is dat wel heel fijn. Want je kunt gewoon eigenlijk zien dat een inkomstenbron uh, meer betrouwbaar is. Mensen blijven waarschijnlijk... Die software gebruiken en zullen ze ook maandelijks blijven betalen en kijken we dan verder naar deze etf ten eerste naar de eigenschappen dan zien we dat deze etf geen dividend uitkeert wat op zich logisch is want de aandelen die in deze etf zitten dat zijn groeiaandelen en groeiaandelen groeibedrijven hebben natuurlijk wel iets beters te doen met hun geld dan dividend uitkeren ze kunnen natuurlijk zelf investeren wat meer rendement oplevert en dat zien we eigenlijk ook terug dat het groeibedrijven zijn in de PE ratio die is op dit moment negatief, dus de bedrijven maken geen winst. Dat is een risico, maar dat is een risico wat ik wel juist bewust neem juist omdat ik wel in dit soort bedrijven in de cloud geloof op de lange termijn en op deze manier hoop ik natuurlijk ook VWRL te verslaan op de lange termijn. Dus ik ben dan ook wel ja, ik moet een beetje meer risico nemen, anders had ik natuurlijk net zo goed gespreid kunnen investeren in die ETF. Kijken we naar de top 10 van aandelen binnen deze ETF, dan zien we aandelen van bedrijven zoals Asana, Snowflake en Workday. Namen die misschien wel voorkomen, misschien niet zo bekend voorkomen, maar het zijn wel heel bekende namen in deze sector. En wat betreft de verdeling, 91% van deze bedrijven is gevestigd in Amerika. Dat komt natuurlijk ook wel omdat deze ETF is gebaseerd op bedrijven uit de NASDAQ. Dus dat, dat is een Amerikaanse beurs. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden dat het in ieder geval heel erg geconcentreerd is op Amerikaanse bedrijven. Oké, okay, we zijn nu ingelogd op mijn account bij de Giro. En zoals gezegd wil je een account openen bij de Giro. Een link vind je onder deze video. En we gaan zo meteen de ETF kopen. Ik heb trouwens nog wel uh, gedacht om eventueel Microsoft nog te verkopen en ook dat geld te gebruiken. Microsoft staat nu net boven de 300 dollar. Uh, ik heb gekeken naar wat analisten denken, wat ik zelf een beetje denk. En het ziet er een beetje naar uit dat het tussen de 300 en 330, 340 dollar het koersdoel ligt voor de komende tijd. Toevallig heeft vanochtend Microsoft ook nog aangekondigd... dat ze het dividend gaan verhogen en dat ze eigen aandelen op gaan kopen. Dus uh, ja, dat moet ik ook nog meerekenen. En juist een extra reden om het aandeel nog even vast te houden. Maar zoals gezegd willen we nu de ETF gaan toevoegen. En dat kunnen we natuurlijk doen door het tikkersymbool hierboven in te klikken. Maar nog beter is het door het ISIN-nummer te kopiëren. Dat heb ik eerder al gedaan op de website van WisdomTree en zoals gezegd het ging nu juist over de Italiaanse beurs en dat is hier bovenaan de eerste dat is degene die in de kernselectie zit en op die manier kan ik dus ook uh, zonder kosten deze ETF kopen die ETF is op dit moment 50 euro per aandeel 50 euro 13 ik heb 600 uh, ik heb 264 euro in mijn account staan en dat betekent dat ik op dit moment vijf aandelen daarvoor kan kopen dan klikken we even, uh, pakken we een limietorder. We kunnen ook een marketorder pakken, zodat we meteen gevuld worden. Ik zeg dat ik vijf aandelen wil. Ik zeg plaats order en dat gaat natuurlijk niet, omdat ze hier een extra marge aanhouden. Gaan we even terug, gaan we een limietorder doen. Zeggen we dat we maximaal dat willen betalen. Vijf stuk zou op 250 euro en 65 eurocent komen. De kosten staan hier niet vermeld, omdat het uh, op, de Amerika of op de Italiaanse beurs is... Dat is degene die in de kernselectie zit, dus dat zou goed moeten zijn. Bevestigen we dat en dan zullen we zien dat die eigenlijk al meteen is uitgevoerd ook. Uh, dus gaan we nu terug naar onze portefeuille. Kijken we hier onderaan, zijn we inmiddels vijf aandelen van deze ETF Rijker. Hebben we inmiddels um, 2348 euro in de portefeuille zitten, nog 14 euro te besteden. En die zullen we dan volgende maand bij opnieuw 250 euro storten om een nieuwe aankoop te doen. En dan hebben we daarmee de aankoop voor ook deze maand weer gedaan. Opnieuw 250 euro geïnvesteerd, ditmaal in een ETF gericht op cloud computing. Wat we zagen is dat we tot nu toe, hadden we voor VWRL gekozen maandelijks, we net iets meer rendement hebben gehad. Dat scheelt wel een beetje per maand. In de begin maanden zaten we ooit meer rendement dan VWRL. Nu de laatste maanden misschien net wat minder rendement. Dus het is eigenlijk ook vooral een proces op de lange termijn, ze zeggen ook altijd dat het op de korte termijn ooit makkelijker is om een ETF te verslaan, maar juist op de lange termijn het lastiger is. Dat is het hele idee van deze serie. Dus we gaan ook zeker nog een tijdje door. Vond je het een leuke, interessante video, geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien, onder andere uit deze videoserie, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou bedanken voor het kijken, hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.